Oh, Zeedorp. Oh, we staan op de foto. Oeps. Want we rijden? Oh. Maar er is ook niet zoveel te doen in Nederland. We hebben gewassen. We zijn naar de garage geweest. We hebben 2 nieuwe voorbanden. We zijn hier nu al een paar dagen. We gaan nou, Indische rijsttafel van Peggy. Ja, zo. Bijna. Met worstjes van Roman. Ja, kijk. Die niet te verwisselen met Romans worstje. Met een mooie tas. Mooi, hè? Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem echt mooi. Iemand vind je net speciaal ontworpen. Er is geen tweede van. Nee. Hey, goedemorgen, Orno. Dag, Ineke. Wat ben je aan het doen? Het is lang middag, hoor, schat. Oh, ja, het is waar ook, ja. Ik ben aan het tanken, want de camper lust ook al wat. Ja. En we zijn nu in Duitsland. Ja. Gaan op weg naar Nederland. Ja. Ik ga ook vragen of ik autogas mag tanken. Oh, oké. Okay. En dan vraag ik gewoon dan. We hebben bij LPG getankt, diesel getankt. Ja. LPG 99,9 cent, die ja. Hier bij de SO. Maar je hebt het netjes gevraagd en het mocht. Ja. Had even wat... Ja, ik heb niet het idee dat ze door had waarom ik het vroeg. Oh, oké. Okay. Ja, er ging toch 27 liter in. Ja. Ja, was één fles, was helemaal leeg. Ja. En een andere gedeelte. Nou, het is weer een mooie route, denk ik. Ja, we zijn nu in Zeedorf. Oh, Zeedorp. Oh, we staan op de foto. Oeps. Want we rijden? Oh. Bonnetje. Nou, dan gaan we even laten bezinken. Ja, dat is bonnetje. Dikke vette bonnetje. Nou, we hebben het even laten bezinken. Onno is tot de ontdekking gekomen dat we 2 bekeuringen hebben. Ja. Volgens mij kwam er nog eentje op de provinciale weg. Eentje buiten? Nou ja, dat is een twijfelgeval. Maar deze is zeker. Die ik heb binnen de bouwde kom zeker, ja. Het kan €70 zijn of €115. Ja, zullen het zien. Dat ligt aan de... Correctie. Correctie, ja. Ja, hoeveel er nog afgehaald wordt. Maar ja, we gaan richting Nederland. Ja. Later. Met Wolda. Met Wolda naar Jannie en Klaas. Ja. Gezellig. Klaas is morgen jarig. Ook gezellig. We zijn bijna bij de grens. Ja, dat scheelt niet veel. Dan zijn we weer in Nederland. Ja, we zijn ruim 4 weken weg geweest. Ja. Ja. We hebben heerlijke tijd gehad in Denemarken. Ja. De Pintrip app ontdekt. Zeker. Aan te raden app als je Denemarken bezoekt voor een wat langere tijd. Ja, kost €42 voor 4 weken. Nee. €39? €39,90 voor 4 weken. Oh, oké. En dan mag je zo in die 4 weken, in die 4 weken elke dag bij een andere pintrip staan, dat maakt niet uit. Je hebt er niet altijd voorzieningen, soms wel. Ja. Ja, je hebt ook in de app staan ook de Sarnie-stations waar je even de boel kan legen en weer vullen. Dus, nou, nu even wachten op de grens. Ik denk bij Winschoten daar, of niet? Nu zijn we bijna bij de grens. Ja, spannend hoor. Joepie. Grensübergang. 1 kilometer. Ja. Nou, we moeten toch even filmen. Dat we weer in Nederland zijn. En zeggen we bij dat witte bord wat daar aankomt. Zo'n beetje wel, denk ik. Nou, nee. Nee? Geen idee eigenlijk. Ja, Auf Wiedersehen, Deutschland. Nee, Auf Wiedersehen, Niedersachsen. Klar. Ja, klar. Maar dit is nog steeds Duitsland. Oh. Het gebouw zie je al opdoemen. Poort van Groningen. Hebben we weer geen grens over? Ja, dit is min of meer de grens. Oh ja, hier. Daar is het bord. Ja. Hallo Nederland. En we zijn... In Nederland. In Nederland. Nou, op naar Jannie en Klaas. Ja. We komen er zo aan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We weten niet in welke vlog dit komt. Nee. Dat zien we vanzelf wel. Ik denk 72 maar. Ja. Maar we zijn in
Midwolde geweest. Ja. We hebben een bezoek gebracht bij Klaas en Jannie. Daar kwam het goed uit, want Klaas was gisteren jarig. Dus ja. Het was een gezellige barbecue. Gezellige dag gehad. En we hebben Marieke en John leren kennen. Ja, leren kennen. Die wonen ook in de camper. Ja. Dus dat was hartstikke gezellig. Zij haakt ook, of draait. Dus dat is wel weer iets voor mij dan. Ja. Maar we hebben hartstikke leuk gehad. En nu zijn we op weg naar Lelystad. Even een wasje doen. Onze hondenkleinkind uitlaten. En dan zien we wel. Ja. We weten het nog niet. Nee. Aan de vlog werken. Ja, oh ja. Ja, ja. De laatste vlog over Denemarken. Ja, de laatste, dat is vlog 71 wordt dat. Ja. Of is dat? Ja. Want als wij dit zien, is het waarschijnlijk al klaar. Ja. Maar ja, het weer is niet zo... Het is niet koud, maar het is wel bewolkt. Ja. Nou, we gaan het zien. Op maandag 16 september. Ja. We hebben even niet gevlogd. Eigenlijk niet sinds we in Nederland zijn. Nee. We hebben gewassen. We zijn naar de garage geweest. We hebben twee nieuwe voorbanden. We zijn hier nu al een paar dagen. We gaan nu weer terug naar Lelystad. Naar Flevo Marina. Want morgen moet jij naar de tandarts. Ja. Dus... Moeten we daar zijn? Moeten we om 9:00 zijn? Ja, en misschien dat we nog even bij de meiden gaan wassen, want ik heb er weer aardig tas vol met was. En de dag daarna is je broer jarig. Yeah. En dan donderdag gaan we weer wat zoeken. Ja, gaan we kijken of Pecky van Casa Caballero, waar die naartoe gaat het weekend, want ik heb nog een tas voor haar gemaakt. Ja. Dus dat moeten we even kijken, even informeren. Want dan moeten we 1 oktober weer voor de tweede keer bij de tandarts zijn. Ja, daartussen hebben we eigenlijk niks. Zo. Daar zit je dan in het zonnetje. Ja, een beetje weinig zon, maar het komt door de hoge bomen. Ja, desalniettemin. Zijn we op de Rukwisse Weide? Ja. Naast ons staat Casa Caballero. Ja. En daar verderop ons delfin Hans en Roman. Ja. Een andere gast zei al van, is het een vloggersweekend of zo? Ja. Maar nee, gewoon gezellig. En wat gaan we dit weekend doen? Dat weten we nog niet. Nee. Hè? Hallo. Gezellig. Gezellig, hè? Kijk, ja, ik zag het. Daar komt Peggy aan. Hi Peggy. Hallo. Met een mooie tas. Mooi, hè? Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem echt mooi. Iemand vindt het speciaal ontworpen. Er is geen tweede van. Nee. Die je dan gebruiken als douchetas. Ik zeg, dat vind ik zonde. Ja. Ik kan ook niet gebruiken als douchetas. Nee. Met vocht en zo. Ik zeg, nee, dat wordt onze vlogtas. Dan worden we vlogspullen mee. Oh ja, dat is natuurlijk ook een idee. Ja, ja toch? Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee, echt waar. Nou, graag dus gedaan. Ik vind hem ook helemaal hartstikke leuk. Dus, zeg maar 100 euro. Ja. Ik zeg, wel eens even een site, daar kun je op kijken. Ja. Toch? Ja, maar er staat geen tas op. Nee, maar ja. Maar ze kunnen wel kijken. Ja. Klinkt maar goed, toch? Ja. Koffie. We gaan naar de koffie. En dan zien we wel wat de rest van de dag ons brengt. Ja. Ja, het is vrijdag vandaag, dus we hebben nog tot zondag, tot en met zondag. Vrijdag 20 augustus. Nou, augustus, september. Je loopt een maandje achter. Ja.
Ja, en dan zien we wel waar we heen gaan. Waarschijnlijk Zeeland misschien? Ja, nee, dat weet ik zeker dat we naar Zeeland gaan. Oké. Ja, maar we weten nog niet waar. Nee. En ons delfin Casa Caballero, ons plakbandpensioen uitje. Ja, hè? Hebben jullie zin in? Zeg, Ono, vertrouwde jij dat? Wat? Ja, jij weet toch dat wij altijd verkeerd rijden. Ja, en wij ook. Wij ook. Oké, joh. Er ligt gewoon een Google Maps. Joh, ja. Bende van de Lende, wij zien wel wat we uitkomen. Maakt niet uit. We vinden altijd wel een weg. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Ja, tuurlijk. Hop, hop. Ja? Ga ze erop. Ga ze erop. Als jullie nou allemaal even blijven staan, zoals jij een beetje naar achter. Ja, zo. De bende van... Dat geeft niet. Oh, misschien kan het wel zo. Daar zijn jullie. Nee, dat gaat het niet worden. Nou, de bende van ellende. Ja. En als je het op hebt, heb je er zo'n spijt van. Dag jonge dame. Nee, dank je. Nou, zou eens een keer goedkoop uit op zaterdag. Heb ik gekregen van Casa Caballero. Ja, ik heb er ook een, maar die mooie, ligt bij de tafel. Ja, mooie pet. Nou, we gaan eten. Peggy heeft gekookt. Oh, het ruikt lekker hier, Peggy. Ruikt lekker hier. Ja? Ja, zeker. Zeg maar, best gedaan. Wat gaan we eten vanavond? We eten vanavond lekker boontjes sajoeg. Ja. Met ayam. Ayam. Ayam goreng. Nee, het zit in de pannetje. Kijk, paniki. Een paniki, ja. Ik kom even niet op de naam. Oh, en hoe heette die eier ook alweer? Telor. Telor, oh ja. Ja. Je hebt gewoon lekker bij in gedaan. Ja. Lekker touwhee erin gedaan. Ja. De rijstbootjes hangen te drogen. En dan is het een kwestie van aanschuiven. Ik heb mijn best gedaan. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik hoop dat het ook smaakt. Nou, dat zie ik zo meteen wel voor jullie in de gaten. Ja, ja. En zo te ruiken gaat het smaken. Ja, toch? Ja, zeker. Lekker. Dat ziet er weer goed uit. Dus, nou, Indische rijsttafel van Peggy. Ja, zoiets. Bijna. Met worstjes van Roman. Ja, kijk. Niet te verwisselen met Romans worstje. Sjus. Oh, ja. Tikken.